Welkom in Isala. Met deze film willen wij u nu een pressie geven van onze afdeling oncologie hematologie. In de bouw van Isala zijn vier vlinders te herkennen. De afdeling oncologie hematologie is te vinden in vlinder 2, verdieping 3. Voor u de klapdeuren doorgaat naar de afdeling, ziet u onze leestafel staan. Bezoekers en patiënten kunnen hiervan gebruik maken. Er zijn tijdschriften aanwezig en in de kast zijn verschillende spellen en puzzelboeken te vinden. Net als in het hele gebouw is hier een open wifi-netwerk aanwezig. Als u de klapdeuren doorkomt, ziet u aan uw linkerhand de pantry. Hier kunnen patiënten en bezoekers dag en nacht koffie, thee of een glaasje water pakken. Als u de afdeling verder oploopt, komt u bij de balie van het secretariaat. De secretaresse ontvangt onze patiënten en bezoekers op de afdeling. Ze loopt graag mee naar de juiste kamer. De secretaresse is voor de bezoeker ook het eerste aanspreekpunt bij vragen. Op de afdeling oncologie-hematologie zijn 4 en 1 persoonskamers. Bij de toewijzing van de kamer wordt er rekening gehouden met de medische situatie en intensiviteit van de behandeling. De 4 persoonskamers zijn ruim opgezet. Ze beschikken over een doucheruimte en een apart toilet. Elk bed is voorzien van een televisie en telefoon. U ziet hier een 1 persoonskamer. De kamer is ruim opgezet en voorzien van een eigen badkamer met toilet. Naast een bed is er ook een bureau en patiëntenkast met kluis aanwezig. Onder de wastafel liggen diverse materialen die de patiënt kan gebruiken tijdens de opname. Hierbij kunt u denken aan linnengoed, handdoeken en disposables. Op de kamer is uiteraard televisie aanwezig. Daarnaast kan de patiënt kosteloos gebruik maken van een iPad gedurende de opname. We vinden het belangrijk dat de patiënt ieder moment een verpleegkundige kan oproepen. Hiervoor is het verpleegkundige oproepsysteem op de kamer aanwezig. Op de afdeling verzorgen de serviceassistenten het eten en het drinken. Ze lopen regelmatig rondes op de afdeling. Ze beschikken over een uitgebreid assortiment en willen graag met de patiënt meedenken over hun voedingswensen. Daarnaast hebben ze ook een adviserende rol bij het voorkomen van voedingsproblemen tijdens de opname. Er is een aparte hematologie-unit op de afdeling. Deze unit bestaat uit 8 eenpersoonskamers. De meeste patiënten worden hier opgenomen voor een behandeling van een hematologische ziekte. De intensieve chemokuren die deze patiënten krijgen hebben als gevolg dat hun afweer tijdelijk laag is en dat ze daardoor erg vatbaar zijn voor infecties. Om deze patiënten extra bescherming te geven gedurende deze periode van lage weerstand, wordt er constant schone gefilterde lucht in deze unit geblazen. Hierdoor is er op deze unit een zogeheten overdruk. Om deze overdruk niet te laten wegvallen, is deze unit gesluisd. Deze sluisdeuren mogen niet tegelijkertijd geopend worden. Op deze unit is net als op de rest van de afdeling extra aandacht voor hygiëne. Bij het betreden van de sluis wordt er van de bezoekers en personeel dan ook gevraagd om de handen te desinfecteren en de jassen en tassen op de daarvoor bestemde kapstok te hangen. Alle 8 patiëntenkamers komen uit in een gezamenlijke ruimte. Deze ruimte is voor patiënten en familie. In deze ruimte staat een tafel met tijdschriften. Ook is er een kast met spelletjes en hobbymateriaal waar u kosteloos gebruik van mag maken. Er zijn folderrekken aanwezig waar zowel de patiënt als de bezoeker informatiemateriaal vandaan kan halen. De ruimte is ook voorzien van een patiëntenkoelkast voor het bewaren van drankjes of levensmiddelen. De verpleegkundige heeft vanuit hun werkruimte zicht op de gezamenlijke ruimte en de daaraan gelegen patiëntenkamers. Deze ruimte is niet toegankelijk voor patiënten en bezoekers vanwege de aanwezigheid van patiëntengegevens en medicamenten. Als Isala willen we betekenisvol zijn voor mensen op een cruciaal moment in hun leven. Wij hopen dan ook dat patiënten en bezoekers dit op onze afdeling zo mogen ervaren.